Goedemiddag, mijn naam is Joost A. Vandaag gaan we naar machtsfuncties even en oneven. Een machtsfunctie van vorm f van x is a tot macht xn, het element van r en n een positief geheel getal. Ja? Je hebt twee voorbeelden, x en even en oneven. Eerst de evenfuncties, dus n lijkt aan een even getal. Dus n bijvoorbeeld 2, 4, 6, 18 en voort. Dus even getallen, dus 2, 4, 6, 18, 12 en voort. Ja? Dan merk je dus, als je bijvoorbeeld f van x is 2x kwadraat hebt als voorbeeld, met a, 2 en n2, als je f van min x berekent, krijg je min 2, 2 tot de macht min x kwadraat, en min x wordt 2x kwadraat, dat betekent f van min x gelijk aan f van x. Ja, dat noemen ze evenfuncties, dat zijn dus evenfuncties. Ja, waar als f van x f van min x zijn die even functies, als n even is, is de functie ook even. Dat betekent dat je tekent, ja, als een, je functie op deze manier, of hier een waarde hebt, dan heb je ook de waarde. Je hebt zo'n functie waarbij als je bij p de waarde a hebt, dan heb je ook bij min b dezelfde waarde. Dus even functies bij n even. Dus als n oneven is, bijvoorbeeld n 3, 1, 3, 5, 7, 9, dus n oneven, dan gaan we ook berekenen wat er zal gebeuren als je f van min x berekent. Ja? Dus als je neemt f van x is 2x tot de derde, ja? Dan gaan we f van min x berekenen. F van min x is dan 2 min x tot de derde. Ja? Uw min blijft behouden, dan krijg je dus min 2x tot de derde. Ja? Dat is min f van x. Ja? Dat betekent dus f van min x is dus min f van x. Ja, dat noemen ze oneven functies. Ja, dus als je n oneven is, heb je oneven functies. Ja, als je dat tekenen, ja, als je bij b een positieve waarde hebt, heb je min b een negatieve waarde in functie dat op deze manier loopt. Ja, dat is het verschil tussen even en oneven functies. Dus ax kwadraat is altijd even, ax tot de derde is oneven, ax tot de vijfde is oneven, ax tot de zesde is even. Dus a kan positief of negatief zijn. Nu, hoe kun je een functie vinden, evenfunctie? Als een functie, de evenfunctie de waarde 2 bij 4 bevat, dan geldt ook voor min 2, dat die ook de waarde 4 hebben, dat is gewoon die van even. Dat betekent dat je functie gelijk kan zijn aan f van x is x kwadraat. Waarom? Omdat 2 kwadraat 4 is. Dus f van x is x kwadraat. Tweede voorbeeld, als 1 derde 1 of 81 is, zal de is een evenfunctie ook bij min 1 derde de waarde 1 81 hebben. Ik geef je wel min 1 81, moet plus 1 81 zijn. Dat betekent dus f van x is x tot de vierde. Waarom? Omdat 1 tot de derde tot de vierde is 1 81. Dus f van x is x tot de vierde. Als je bij 4 de waarde min 256 hebt, heb je bij de waarde min 4 dezelfde waarde. Dus min 4, min 256. Ja. Hier krijg je een negatieve a, namelijk min x tot de vierde. F van x is min x tot de vierde, let op, die a kan ook negatief zijn, je kunt negatieve waarden hebben. Bij oneven waarden heb je hier een paar voorbeelden. 2 wordt 8, dat betekent dat je bij de waarde min 2, zul je min 8 hebben. Ja, je verandert van teken, van 2 naar min 2, dus van 8 naar min 8. Dit is de functie, 2 tot de derde is 8, dus f van x is x tot de derde. Dit voorbeeld heb je min 1 derde is 1 27ste, dan krijg je hier, als je aan het teken rond, 1 derde zal zijn min 1 27. Ik schrijf hier wel, min 1 derde moet 1 derde zijn. Hier de functie, een negatieve waarde, namelijk f van x is min x tot de derde. Ja? Waarom? Omdat min 1 derde positief wordt, dus min x tot de derde. Volgende voorbeeld, 4 min 1024. Omdat die oneven is, dan krijg je de waarde bij min 4, krijg je dan 1024. Je verandert van teken, dus min 4, 1024. Hoe kun je van 4 naar 1024 gaan? Dat is 4 tot de vijfde. Waarom er een min staat, is dat min x tot de vijfde. Dus f van x is min x tot de vijfde. Min x tot de vijfde. Laatste voorbeeld, 4, de macht min 256. Op deze zicht lijkt dat een even functie. Ja, waarom? Omdat je min, je moet van min 4 en gaan naar 256. En dat 256, nu dat kan niet. Want dan heb je een even functie. Om daar een even functie van te gaan, kun je de 4 buiten brengen. Ja? Dan krijg je de functie min 4x tot de derde. Als f van x min 4x tot de derde is, heb je inderdaad van 4 naar min 256 en van min 4 naar 256. Dus niet de x tot de vierde krijg je even, door, maak er een oneven van door x tot de derde te maken.
Dat is het verschil tussen even en oneven functies en machtsfuncties. Ja? Even functies, even macht te geven, even functies. Dank voor de aandacht de volgende keer. Geef een like op deze video of ga naar www.josephaart.com. En dank je voor de aandacht de volgende keer.